Goedenavond. We krijgen het mooiste sportpark van Katwijk. Dat vertelde een trotse voorzitter Kees de Best van tennisclub MVKV afgelopen oktober in onze uitzending. En nu is het dan zover. De speciaal behandelde gravelbanen zijn gereed en het clubhuis is af. Afgelopen donderdag was de feestelijke opening. Straks de beelden. Eerst naar de einduitslagen van afgelopen voetbalweekend. FC Lisse Katwijk 2 tegen 1. Quick Boys wint met 3-0 van RKAV Volendam. Voorschoten 97 FC Rijnvogels eindigt in 2 tegen 0. En HWC 10 Valken 68 1 tegen 0. Dan de overige einduitslagen. De dames Grasshoppers verloren de laatste competitiewedstrijd in de eredivisie met 74 tegen 85 van ProBuild Lions. En ook geen goed nieuws voor de dames en heren van KV Matthew. De korfballers verloren met 13 tegen 8 van Fiducia. Maar er is ook goed nieuws te melden voor Matthew. Want Martin Verhoorik neemt met ingang van seizoen 2013-2014 de seniorenselectie van de vereniging onder zijn hoede. Er schijnt onbekende van de vereniging. Want een aantal jaar geleden heeft hij eveneens de selectie van KV Matthew getraind en gecoacht. Dan het voetbalprogramma voor komend weekend, zaterdag 6 april in de topklasse. Kozakken Boys tegen Katwijk en Rijnsburgse Boys thuis tegen GVVV. Dan de hoofdklasse A, OD 59 tegen Quick Boys. En FC Rijnvogel speelt een thuiswedstrijd in de eerste klasse B tegen Geinoord. Tweede klasse C dan, Duno tegen Valken 68 vanaf 14:15 'smiddags. En de eerste klasse A bij de vrouwen. Ten slotte speelt FC Rijnvogels tegen SVS. 4 gloednieuwe innovatieve gravel plus premium banen. Een kids court en een nieuw clubhuis met een zonnetras. Kortom, tennisclub MVKV is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Tennisclub met verenigde krachten voorwaarts, opgericht in 1973 met het marinevliegkamp als thuisbasis. Daarna gehuisvest aan de Zwartweg tegenover de Aztec. Maar ook deze beelden behoren inmiddels tot het verleden, want opnieuw volgt een verhuizing. We hadden weinig keuze natuurlijk. We konden bij Van Paridon niet meer huren, want alles werd verkocht. Dus we moesten daar weg. En afgelopen seizoen hebben we het voor het laatst getennis daar. En in november moest eigenlijk opgeleverd worden aan de gemeente. Dus we moesten eigenlijk weg. Dus we hadden geen keus. En dit is de plek waar MVKV start met de bouw van het nieuw park. Zo'n 12 maanden geleden, op Sportpark de Krom, naast de voetbalvereniging Katwijk. Doel is het park startklaar te hebben met de opening van het tennisseizoen. En dat is gelukt. We hebben de nieuwste banen, we hebben een prachtig mooie kantine. Ik ben er vanmiddag nog geweest, dat is echt een lust voor het oog. Dus ik denk zeker wel dat we voorlopig even vooruit kunnen. Ja. Het is niet van een leien dakje gegaan. We hebben de eerste paar gesprekken bij de gemeente liepen eigenlijk goed. Maar toen kwamen er steeds meer kink in de kabel. En op een gegeven moment dachten we echt van het gaat niet meer lukken. En toen zijn we dan met Willem van Duin in gesprek gegaan. En die heeft eigenlijk, mijn idee, mijn zinzies heeft hij eigenlijk wel de groen licht gegeven voor de bouw van het nieuwe park. Ja, jij heeft de pech dat ik naast de wethouder sport ook wethouder financiën ben. En die dingen zijn wel eens moeilijk te combineren, moet ik zeggen. Vanochtend in het Leids Dagblad, de kop, misschien heeft u hem gezien. De Krom, een pareltje rijker. En als je dit dan zo ziet, dan denk ik dat er helemaal niks te veel is gezegd daarover. U heeft de hoge ambitie die u had, heeft u gerealiseerd. Nogmaals, als gemeentebestuur zijn we trots op u en vinden het ontzettend fijn dat u hier staat. Veel plezier op het complex, veel sportieve plezier, maar ook die gezelligheid en een goede toekomst hier op dit park.
let it out. All coming when you least expect it. Finally the type of life you let it. I'd lose my heart, my head, my home. You gotta hope, don't stop it anyway. Nieuwe locatie rondom De Krom zit je nu tegenwoordig. Is het ook gunstig gezien de aanwas van mensen, van jeugd, van nieuwbouw wellicht, wat er nog gaat komen in die regio? Ja, ik denk zeker wel de ligging gunstig. Hè? Want aan de Zwarteweg was natuurlijk, het oversteken was natuurlijk altijd. Je was eigenlijk vogelvrij daar over die weg. Dat was natuurlijk een hoek waar je over moest steken. Was levensgevaarlijk, vooral 's avonds. En vooral voor de jeugdelen die we hadden, was natuurlijk best wel gevaarlijk. En we zitten nou eigenlijk toch tegen een... Een wijk op die ook aan het groeien is. En we zitten naast het woonwagenkamp, maar daarachter ligt ook een hele grote wijk. Dus ik vind zelf al wat gunstiger zitten. Het park is eigendom. We hebben wel een stichting opgericht. Dus de stichting Het Kruidhuisje. Daar huren wij het park van. Dus we huren het eigenlijk van onze eigen stichting. Dus zo is de constructie. We zijn huurder. Kijk in de glazen bol. Hoeveel tennisverenigingen zijn er in Katwijk nog over 10 jaar? Dat is moeilijk. Ik denk, ik denk hetzelfde als nu, ja. Denk ik. Het wordt landelijk, heb ik gehoord, wordt wel iets minder. Maar ik wijt dat ook aan de economische crisis op dit moment. Want alles wordt duurder natuurlijk. De contributies gaan ook overal omhoog. En de koopkracht neemt af eigenlijk. Maar ik denk dat tennis nog wel een goede kans heeft. Hoe lang gaat Kees de Bis van door als voorzitter? Ik hoop nog wel even voorzitter te blijven. Het bevalt me prima. We hebben een gezellige club, bestuur. Het zijn allemaal goede gasten. Dus ik denk dat ik nog wel even aan blijf. En zo heeft MVKV een nieuw thuis. 4 gloednieuwe banen, een kidscourt en een mooi modern clubhuis. Veel is er dus veranderd voor de Katwijkse tennisclub, maar niet alles. En daarmee komen we aan het einde van deze editie van RTV Sport. Maar kijk vooral op onze website sport.rtvkatwijk.nl en volg ons op Twitter via hashtag Katwijksport. Van de site is overigens ook een app beschikbaar voor de mobiele telefoon. Mocht u iets minder van de moderne techniek zijn, geen nood. We zijn vrijdagavond en zaterdagmiddag ook gewoon weer terug op de radio. Graag tot dan en voor nu een mooie avond.